Jan Versteeg was tijdens de opnames van Voor Onenacht Onlee helemaal naakt vooral met zichzelf bezig. De Lingo-presentator was zo gefocust op het strippen en de danspasjes dat hij helemaal niet bezig was met de prestaties van de andere 7 BN'ers die uit de kleren gaan, zegt hij tegen Buzze. Tijd om te vergelijken was er absoluut niet bij, nee, zegt Jan, die samen met Simon Keizer, Viggo Waas, Thijs Romer, Sander Lantinga, Peter Faber en Jasper de Molin naakt gaat om aandacht te vragen voor prostaat- en teelbalkanker, een van de meest voorkomende kankersoorten bij mannen. Bij de repetities hadden we onze kleren gewoon aan en bij de opnames was ik daar helemaal niet mee bezig. Ik was alleen maar bezig met hoe ik sta, met de pasjes. Toch kon Jan wel af en toe even opzij kijken naar Thijs. Die stond naast me dus tijdens het dansen heb ik daar wel even kort naar gekeken. En dat zag er goed uit hoor, grapt de presentator. Toen Jan werd gevraagd voor het eenmalige Net 5 programma, dat donderdagavond te zien is, stond Jan niet meteen te springen. Met mijn motorische vaardigheid dacht ik, laten we dat niet doen. Maar toen ze zeiden waar het voor was, was ik om. Het oorspronkelijke idee voor de show komt uit Engeland waar met groot succes al 3 keer de Real Full Monty is georganiseerd. Daarbij gingen enkele bekende Engelse mannen volledig naakt om aandacht te vragen voor de ziekte. Vrouwen van boven de 30 krijgen een uitstrijkje, maar voor mannen bestaat er niet zoiets om prostaat- of teelbalkanker op te sporen. Vreemd, vindt Jan. Terwijl het een heel heftige ziekte is, met ernstige klachten. We hebben voor het programma met een paar slachtoffers gepraat en dat was heel indrukwekkend, vertelt Jan, die hoopt dat de uitzending meer bewustwording creëert. De ziekte heeft een grote impact op de mannen die het overkomt, maar ook op hun familie. Al is er maar een niemand die zich na het zien van de show laat checken bij de dokter. Dat is voor mij het belangrijkste doel. In de uitzending doen de heren een dansact die is gebaseerd op de strippelse film The Full Monty. Choreograaf Kenzo Alvarez, 26, stoomde de mannen de afgelopen maanden klaar voor deze spectaculaire dans, die wordt uitgevoerd op de klassieker Leave Your Hat On van Joe Cocker. Makkelijk ging dat niet, bekent Jan. In totaal kwamen ze zo'n 10 keer bij elkaar. Ik ben meer van de school staptik. Dit vond ik zo moeilijk. Je moet tegelijkertijd dansen en strippen en dan ook nog zwoel kijken. Het moet eruit zien alsof het allemaal vanzelf gaat, anders is er natuurlijk niks zwoels aan. Jan gaat donderdagavond samen met een aantal mannen van de groep kijken. We gaan met z'n allen naar een café om te kijken. Dat is wel spannend, ja. De opnames waren voor 1400 man. Nu kijken er waarschijnlijk iets meer.